Job belt me op FaceTime deze dag. Ik ben helemaal. We zijn nog precies nergens, maar ik heb gevoel dat er zo'n grote stad dichterbij zijn. Ja, ik ben helemaal krankje overgekomen. Ik ook. Ik ben helemaal de kwijt weg. Wij zijn een weekendje weg. Baby's eroverheen. Zo, ja? Ja, lekker zitten met je kleine billetjes. Hou je die zo vast? Ja? Ketting eraf. Nee. Band leeg, ketting eraf? Nee, nou, fiets omgewisseld, fiets weer weg. Band leeg, ja. Oké. Okay, nou. Weer? En we misschien nog een paar servetjes voor. Ja, we gaan bowlen. We moeten toch wel een baan reserveren. Om ouderwetse foodiness events terug te halen. Dinamisch. Gaan we wel komen, team? Zeker. Welkom bij een nieuw vlogje vanaf Vlieland. Wij zijn vanochtend, het is zaterdag, we gingen de boys, Lau en Mike, om 11:30 ophalen. Toen, ja, dat is wel goed zo, zijn we naar Harlingen gereden. En toen, bootje gepakt. Naar, zo hadden we de fietsjes al, de tandem fietsen al gereserveerd, op fiets gesprongen. Ingecheckt bij ons appartementje. We zitten met z'n viertjes in Westcourt Strandhotel Zeeduin. En net ging ik me eventjes opfrissen en toen zei Mikey, om 6:00 gaat de supermarkt dicht. Misschien moeten we eventjes boodschapjes halen. En toen zeiden Lau en Job, dat gaan wij samen wel doen op de bike. Terwijl ik deze vlog opneem, heb ik nog niet de vorige vlog online gezet. Dus ik weet nog niet wat de reacties zijn. Nou, hier zijn we trouwens. De zon. Ja. Ja. Want het stond steeds een beetje regen en ja, zo, maar nou, het is helemaal... Geen regen te zien. Wil je massage? Wil je massage? Hey. Wil je massage? Band leeg. We stonden bij... Ketting eraf. Band leeg, ketting eraf? Dit was gewoon hard werken, hè? Hey, nou, fiets omgewisseld, fiets weer weg. Band weer leeg. Ja. Oké. Okay, nou. Weer? Huh? Hebben jullie dat bij die fietsboeren gedaan? Ja, we zijn bij de concurrent geweest. Ik ga douchen zo. Ik ook eens. Het is niet afgesproken. En de een heeft groen met groen en de ander heeft roze met roze. Nou. Eén keer wie de gay is. Gooi maar. Klaar. Gooi maar. Ja. 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 Oh. Heb ik even mazzel? Nou, dat is ongeveer de 15e keer dat het net niet lukt. Zij wel. Ja. Een praatje. Waar zitten we? Het badhuis, hè? Ja. Ja. En misschien nog een paar servetjes voor. Daar gaat hij. Het is zondag. Ik ben een potje onhandig deze dagen. Dit is gisteren op de boot gebeurd. Wondjes, blauwe plekken. Het is prachtig weer. En vandaag weer een bruiloft. Weer niet van mij. Ook niet van jou. Wij gaan onze fietsjes pakken. En jij zei net, we gaan naar de vuurtoren fietsen. We gaan naar de vuurtoren fietsen. En dan gaan we daar denk ik een rozeetje drinken in het zonnetje. Ja. En dan gaan we weer terug fietsen. Want dan gaan we eten. Ja, we hebben vanavond een reservering. Ik hoorde nog iets over bowlen toen ik aan het douchen was. Ja, we gaan bowlen. We moeten wel een baan reserveren. Fiets 1. We hadden nog een 2... Tweede fiets en de tweede... Krijgen jullie live fietsen dan? Huh? We hadden nog een tandem fiets, toch? Oh, hier. Oh, met fietstas. Oh ja, want die hadden jullie gisteren gehaald. Dring maar achterop bij jou. Achterop de fiets. Nou, team. Wat een idee. Let's go. Niet trappen als je schakelt. Niet trappen als je schakelt. Oké. Dus waar moeten we dan heen? Wat denk jij, schatje? Ik denk niet dat je kan verdwalen hier. We zijn weer terug bij start. Onverrichte zaken, toer afzender, terug naar gevangenis om te betalen. We waren net weer bij het hotel. Aan mij heb je ook echt geen zakken. Ik vraag alleen maar aan jou, is het de goede kant? Oh, we zijn weer terug bij af. Maar ik heb zelf nog een bordje gelezen. Leuk hè, dat hotel net weer. Het is wel leuk voor je teamwork dit, toch Joppie? Zeker wel, een beetje teamwork. Onze professionele turnster. Trappen. We gaan weer naar beeld volgende week. Hi, Jitte. Goedemorgen. Het is maandagochtend. En ik heb zo lekker diep geslapen. Helemaal dikke oogjes nog. Ik moet een beetje opschieten. Want wij hebben om 11:50 gaat onze boot. Fietsjes nog inleveren. Aankleden. Ik heb net gedoucht. Koffertje dicht en Joppie heeft heel lief
voor mij. Alvast een ontbijtje gemaakt. Heb je zo'n trespunt? Oh ja, hier. Die had ik al hier naartoe gehaald. Dan heb ik dus het idee dat ik altijd al best wel snel klaar kan zijn in de ochtend. Maar als je met 3 mannen bent, ga ik het zeker niet winnen. Je mag in het hotel om 11 uur uitchecken, maar dan moet je wel om 9:30 je spullen afgeven om ze mee te krijgen naar de boot. Dus, de huidige situatie is, we got 2 tandem bikes, 4 people, 3 koffers, 1 tas, 2 tas en een boot te halen. En we hebben een hele hoop dingen bedacht hoe dit zou kunnen. Want we hebben 2 bagagedragers, 1 fietstasje. En ja, kijk, ik zie mensen daar kijken die denken, ik wil ook kijken hoe dit afloopt. Niet snel naar links en rechts. Gewoon niet sturen en dan. Zo? Snap je? Ja, op eentje op je grote stuur. Zweven helemaal het aanblazen zo weer. Ja. Opgelost. Val dan leg ik hem gewoon op mijn benen en fiets ik gewoon niet. En dan. Ja. Zet je houdt die zo vast. Ik heb ook nog deze. Wacht, zal ik die dan even omdoen? Dus ik ga hier tussen. En je sweep je benen eroverheen. Ik ga hem gewoon veel beter vasthouden, denk ik. Zo, ja? Ja, lekker zitten met je kleine billetjes. Dus moet je eigenlijk als... ja, hou je die zo vast. Ja? En als ik dan, kan ik dan ook trappen? Nee, dat hoeft niet. Want dat is dan een beetje... Dat doe ik toch? Want dat heb je de hele weekend wel gedaan. Ja. Ja. Dus ik trap. Ja? Oké, okay, team. Oké. Okay. Ja. Even lunch aan boord. Ze hebben echt loaded fries. Ja, zeker. Maar ook met jackfruit zelfs. Ja, even kijken wat ze hier allemaal... Ja, wat ja. Hebben we? Ja. Kaasvlees, twee nannetjes. En een halve salade. Met de hoemoes nog van thuis. We hebben echt dezelfde verdeling. Ja. Wij mogen... Oh ja, hij was aan het slapen hoor trouwens, aan het chillen. Wij zitten achter op de fietsjes, jullie zijn de kussens. Kon je me wel verstaan? Ah. Goedemorgen, het is woensdag. Vanuit Amsterdam. We zijn weer terug. Ik ga even mijn blouse strijken. Nou, we waren natuurlijk maandagavond al terug. Ik heb toen niet meer gevlogd, want ik kwam echt met een souvenirtje terug uit Vlieland. Genaamd Rode Feestdagen. En wie niet voor het eerst... Oh shit. Zo raar als er af en toe zo'n haakje dan... Ja, nee, helaas. Het is toch van de Zara, dus lang gaat er niet mee. Wie... Niet voor de eerste kijk, weet dat mijn rode feestdagen altijd met een hele hoop geweld komt. Ik voelde het al aankomen het hele weekend. Het is echt dat we met onze... Oh shit, weer een haakje. Het is echt dat ik met mijn allerlievelingsmensen weg was. Dat ik dan überhaupt een nachtje weg durf. Want ik heb daar altijd zoveel last van, fysiek. Mentaal, maar vooral fysiek. Maar goed. Vanaf hier is het weer bergopwaarts. Wij hebben zometeen een afspraak. 1, 2, 3. Bij de hypotheker. Onze huisjacht is nog steeds going on. Dat opknapperd huis waar ik jullie eerder over heb verteld. Daar hebben we uiteindelijk geen bod op gedaan. Ik zag het gewoon niet zitten. Na de afgelopen 1,5 jaar denk ik... Dat we het onszelf niet aan moeten doen. Dus die hebben we niet gedaan. Dat ene huis waar ik verliefd op was, zijn we zwaar op overboden. We hebben vorige week een ander huis gezien. Zit er iets? Oh, dat is in mijn lens. Een ander huis gezien. Daar kunnen we tot vanmiddag 12 uur een bod op doen. Dus ik hoop dat we zometeen de laatste antwoorden krijgen bij de hypotheker. Vandaag gaat trouwens de vlog online. Waarin ik... mijn verhaal doe en ik vind het zoveel nog meer spannender dan ik al dacht. Ik sliep vannacht pas om 2:30, omdat ik gewoon merkte in mijn koffie dat ik er zo mee bezig was van, heb ik het wel goed gezegd? Komt het wel goed? Hoe wordt het ontvangen? Oh, terwijl ik ook zo blij ben dat dit moment er is. Maar goed, dat is pas vanmiddag om 4:00. Nu eerst leuke dingen. Hoe lang hebben we daar gezeten? Bijna 1,5 uur. We hebben zo'n fantastisch fijn gesprek gehad. Ik denk dat echt alle vragen die we hadden de afgelopen heel lang allemaal zijn beantwoord. Ik heb zoveel inzicht gekregen, jij ook. Allemaal bij elkaar gekomen. We hadden alles wel goed voorbereid. Ik was net bijna mijn laptop vergeten. Die heb ik
Ja, die hebben we nu wel weer. En nu kunnen we denk ik echt zo gericht aan de slag. Ja. Voelt, we zijn nog precies nergens, maar ik heb gevoeld dat we zo'n grote stap dichterbij zijn. Het bijzonder was, we hadden vandaag, van had ik het al verteld, we hadden een huis zien waar we vandaag tot 12 uur een bod op konden doen. En we zaten net echt om 3 voor 12 met mijn boekhouder, de makelaar en deze hypotheker allemaal klaar om op de minuut daar nog op te kunnen reageren. Maar goed, we gaan nu terug naar Amsterdam. Jij moet heel erg haasten naar je werk. Ik ook. Ik ga zo meteen met Lynn reels maken. We gaan er wel komen, team. Zeker. Ik heb gewoon chicken skin all over my body. En ik zet jullie maar aan, maar ik ben eigenlijk aan het zoeken naar de woorden. Net maakte ik deze screenshot. Job belt me op FaceTime deze dag. Ik ben helemaal... De makelaar belde hem dus net. En hij heeft tussen zijn patiënten door even snel opgenomen en mij gebeld. Dus ik heb echt zo weinig meer informatie dan dat ons bod is geaccepteerd. En nu begin ik me af te vragen, wil ik dit huis eigenlijk wel? Oh, mijn hemel. Ik weet niet wat ik net in de auto vertelde, maar we kwamen er dus echt 1 of 2 minuten voor deadline achter van... Oké, we kunnen dit niet overbieden. Dat is niet handig. We willen liever leuk leven in plaats van aan ons mak. Dat we dachten, we laten dit maar varen. We accepteren dat dit er niet in zit. En dat de makelaar zei, ik doe voor de grap 1 tientje boven de vraagprijs. Ik ben gewoon vertrild mijn kamer in. Ik ben helemaal in de war. En het lijkt nou alsof we op 1 tientje verschil hebben. Nou, dit is alle info die ik heb. Oh, jongens. Nou, ik zou jullie meenemen in de huizenjacht. Maar dit had ik me er ook niet bij voorgesteld. Ik ga nu racen naar Marlinde. Want ik heb echt nog heel weinig tijd. Focus. Ik ga even werken. Dat doen. En we zouden vanavond gaan varen. Tenminste, dat hadden we leuk gevonden. Want het is prachtig 70 graden weer buiten. Maar wij gaan even vergaderen. En de vlog moet nog online. Ik ben helemaal... Is dit hoe het universum kan werken? Ja, ik ben helemaal krankje over me gekomen. Ik ook. Ik weet helemaal niet meer op welke planeet ik zit. Ik ben helemaal de kwijtweg. Oké, dus ik haal avondeten. Ja. Jij komt snel ook naar huis. Ik ga op jou wachten. En ik ga die mevrouw bellen. Oké, schatje. Ik hou zoveel van jou. Ik ook van jou. Tot zo. Doei. Gisteren zijn we papa car. Hou ook rekening met teleurstelling. Het gesprek met de hypotheker. Alles komt altijd goed. Maar jouw enthousiasme. Probeer een beetje rustig te blijven. Nou, dit lukt echt al precies 33 jaar niet. Oké, focus. Nee, kwijt. Boodschappen, avondeten. Dat moet lukken. Joppie werkt tot 6. Daarna gaan we eens eventjes alles bespreken. Oh nee, ik ging net een mevrouw van de bank bellen. Ik vroeg net aan Jop wat hij wilde eten en die zei car. Ik krijg al de hele dag geen hap in mijn keel. Ik weet het niet. Ik ben mezelf niet vandaag. Nou, asperges. Zullen we daar maar mee beginnen? Oh. Het gaat nog net. Oh. Het is vrijdag. En Maaikje en ik hebben net een hitlesje gehad. Ik had eigenlijk voor gisterochtend, donderdagochtend een lesje staan. Een beeldlesje. Maar wij zijn... woensdag in zo'n fantastische rollercoaster terechtgekomen. Dat ik gisteren geen lesje heb gedaan, maar met de bank had gebeld. Ik heb woensdag de rest niet meer gevlogd, want ik heb eigenlijk de rest bijna niet meer gevolgd zelf. Uiteindelijk woensdag aan het einde van de dag had ik de bank gesproken, taxatie hebben gepland, een afspraak voor bouw. Kundig technisch rapport, afspraak met de aannemer. Nou, er ging echt een hele hoop in één keer lopen. Zo leuk! Ik zou me enthousiasme inhouden, want het kan nog steeds misgaan qua financiering of als er bouwtechnisch iets niet klopt. Maar we zijn echt met niets anders bezig geweest. Wel heel lekker om eventjes nu weer te sporten met Maaikje. Even beneden een koffietje drinken. Want het regent toch.
waar ik ook nog even op terug wil komen, want daar heb ik vanochtend aan gezeten, zijn jullie reacties op de vorige vlog. Het leek misschien even door de hele fantastische huisjacht rollercoaster alsof ik daar niet naar heb gekeken, maar dat heb ik zeker wel gedaan. En Joppie ook. En ik vind jullie zo dankbaar. Zij zit in de kleedkamer hier. Zo dankbaar voor jullie berichtjes. Voor de liefde, de tijd die jullie nemen om überhaupt een bericht te schrijven. Zoveel begrip en zoveel positiviteit. Dit moment heb ik natuurlijk 500.000 keer afgespeeld. Dit moment van het delen en het verhaal vertellen en hoe het zou kunnen zijn. Maar dit had ik echt niet durven wensen. Vanavond gaan we Joppie, Joppie. Oh, laat ik hier even op terugkomen. Dat mensen dus denken dat ik jou Jopje noem. Het klinkt blijkbaar, ik moet beter articuleren, maar ik zeg dus Joppie. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Ja. Maar ik bedoel, Joppie klinkt blijkbaar als Jopje. Maar natuurlijk ben je geen Jopje. Goed. Hamburgertjes? Pietjes? Ja. Oké. Het idee te hebben dat het sesamolie is. Ja, misschien komt het door. Het is zaterdagmiddag en wij zijn nu. Hoe laat is het? Leven we? Ja, 2 uur hadden we een baan gereserveerd. Jeu de Boeba bij de Vergulde Eenhoorn. Vanaf donderdagmiddag zijn de kindjes al gezellig bij ons. Vanochtend was hockey, voetbalwedstrijd hebben we gedaan. En toen hebben we even lekker thuis wat gegeten. En nu is Loutje er ook. En ze hebben hier dus echt een superleuke buitenbaan. Die hebben we gehuurd. Jeu de Boel doen we wel vaker. Aan de Amstel of zo. En dan moet je maar gokken dat er een plekje is. Maar dat is niet handig met 2 kleintjes. In ons eigen setje hadden we ook mee. Van de Lidl ooit. Die gaat echt al jaren mee. Maar we hebben ook maar een setje erbij van hier. Ja. Maar is dit wel genoeg? Er zitten er denk ik nog meer in. Dat zijn er 6. Ja. Oh, 7. Maar we komen wel uit. We hebben nu 5. Dus dit gaan we ook in teams doen denk ik. Net als bij de voetbal. Ja, of we kunnen ook. Gaan we proberen even uit doen? Dat is eigenlijk helemaal niet. Ja. Ook? Individueel. We hebben genoeg. We hebben genoeg ballen. Ja, oh, ja, zeker. Nou, laten we dat een keer doen. Ik heb er 3. Ik ga nog even krijtjes vragen voor het scorebord. Ja. Dankjewel. Top. Ha. Gewoon. Ja, alles eraf. Ja, alles eraf. Lekker. Oeh. Achter de speler. Nou, het finale potje. Ik zet jullie even op de blender. Wij zijn terug van Pennon van Jeu de Boel. En gisteren hebben we uiteindelijk. Nee, de blender is te laag. Niet meer gebarbecued. Want de oudste had spontaan. Oh, hij is zo lekker. Spontaan een slaapfeest. En toen dacht ik, nou, het is toch zonde. We hebben allemaal lekker boodschappen gehaald. Dat kunnen we beter doen als we met z'n 4'tjes zijn. Loutjes zijn nu ook. En we hebben genoeg. Joppie gaat de barbecue aandoen. We gaan hier spiesjes maken. Tonijn hebben we. Hamburgertjes voor de kids. Ik heb een borrelhapje buiten staan. En groentjes naar doorlig. Ik vond dit op zich ook nog best wel grappig. Dat ze dat, oh, ja, nee, jij kan. Nee, oh nee, nee, heerlijk. We zitten met Lau helemaal het eventuele huis door te nemen. Waar zouden jullie gaan slapen dan? In het dak? Of is dat. Nee, dat in principe. Val gewoon in herhaling. Met zeggen hoe lekker. 1, 2, 3, 4, 5. Hoe lekker zou het zijn als ze nu met dit weer in een tuin zouden kunnen zitten en zouden kunnen barbecuen en de tafel zouden kunnen dekken. Ik weet nog dat ik ergens van de week tegen jullie zei, ben ik het eigenlijk wel? Nou, ik denk dat ik daar inmiddels wel achter ben. Ik ben heel enthousiast. Ik ben net met Robin aan het appen over locaties. Maar we hebben donderdag een gesprek gehad over het eventuele idee om ouderwetse foodiness events terug te halen. Dat idee was er al tijdens corona. Dat is niet zo handig. En nu zou ik dat echt zo leuk vinden. Ik had van de week op Instagram ook gevraagd wie het leuk zou vinden om elkaar ouderwets weer te ontmoeten en echt samen te werken. Op een super mooie locatie en we hebben echt hele leuke ideetjes uitgewerkt. Als je wat hoort, dat is Joppie die nog iets lekkers aan het maken is. Kijk hoor.
Moet even komen kijken. Anchovies. Baconstuk. Kappertjes. Een kipje erbij. Parmezaan. Een eitje. Eitje. Een ballastaatje. Ja. Dus, het is zaterdagavond. Het is nog geen 9 uur. De hele wereld is op stap. Ja, ik krijg allemaal filmpjes. En iedereen die er hoort op is. En wij gaan lekker mafs kijken. Morgen gaan we... ik wil morgenochtend wel even sporten. Netflix Videoland. Morgen gaan we... Oh, daar heb ik heel veel zin in. Morgen aan het einde van de dag gaan we lekker naar mijn familie. En morgen hebben we nog zwemles. Van mijn Monopoly beloofd. Nou, en dan zit het weekendje erop. Wat een vlog was dit. Volg de huizenjacht. Als je het leuk vindt. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga hier precies op play drukken. In de volgende vlog ga ik jullie helemaal meenemen hoe, wat, waar verder. Want maandag, vanaf maandag hebben we super veel leuke afspraken staan. Oh, nee, niet te enthousiast.